Een beetje een setting alsof jij voor het eerst gaat vertellen aan ons hoeveel je met kaarsje hebt verdiend, zeg maar. Klopt, dan gaan we in de oefening. Dames en heren, jongens en meisjes, na daveren... Zijn we weer. Na daveren succes. Van kaarsje. Van k***. Nee. Na daveren succes van Guess the Song 1, zijn we hier met Guess the Song 2. Milo en Matties hebben terug. Ik wilde eigenlijk zeggen van, ik heb Milo, Milo verplaatst, omdat Milo heel slecht was, maar voor mij had Milo gewonnen voor jou. Ja, weet ik. Ik vind dat Matt regelmatig quizjes verliest, dat vind ik toch opvallend. Ja, nee, maar ik doe mijn huis eigenlijk niet op. Nou, heb je nou je arm op zijn been? Zo lijkt het voor mij. In ieder geval, doe een duimpje omhoog en abonneer! Ik heb een paar dingen veranderd ten opzichte van de vorige keer, namelijk deze de liedjes. Keer. Geen memes, oh. Vooral geen memes. Oké, zijn jullie klaar voor de allereerste? Ja. Druk op de knop, moet je raden. Gaat de muziek op pauze, of moet je raden? Oké, klaar voor? Ja. Jason Derulo, Savage Love. Uitstekend, 1-0. Goed, voor... hij is van die TikTok-generatie. Ja, ja, ik ja. Doe niet aan TikTok. Zijn we klaar voor de volgende? Blij dat ik het nummer weet, bro. Dit is wel een moeilijk, hoor je. Ja. Ready? Nee, wat is dit voor kutlied? Post Malone, Circles. Uitstekend. 1-1, goed gedaan. Ik dacht, nu komt een parodie of zo die we nog niet kennen. Nee. Zit er parodie ertussen of niet? Nee. Oké. Okay. Allemaal... Geen memes en geen parodie. Vooral geen memes. Altijd zo moeilijk dan, weet je wel, als je straks die vis erin zit. Ik vind het heel leuk dat als je dan... Hoe heet het origineel van die vis? Ja, dat weet ik dus. Maar ik niet! Ik vind het dus heel leuk als die... Het gaat sowieso om de titel die er staat. Niet om wat echt nieuw is. Als er een paar die in zit, wat er natuurlijk niet in zit. Ja, klaar voor de volgende? Ja. Oké, goed luisteren. Samen sterk! Ik drukte eerst. Samen sterk van Fishinator, een parodie van Milky Chance. Ja, je mag het. Ja, je wist nooit dat die samen sterk was. Natuurlijk wel. Natuurlijk is hij samen sterk, want ik weet zelfs Milky Chance. 2-1. Uitstekend. Samen zijn wij sterk. De volgende, ik denk persoonlijk dat dit er eentje is voor Boomerang. Oké. Handen bij de knoppen. Dat mag niet, dit. Je klinkt ervoor dat. Hij klinkt ervoor dat er überhaupt geluid uitkomt. Nee, dat is een FIFA-nummer. Ja, dat weet ik. Hoort dit er ook bij? Hallo? Ik ga Feeling Electric. Nee. Fout. Je mag even doorluisteren. Ja. Doe ik een video muziekje voor Roel en niet fout. Samen staan we sterk. Nee. Hij is af. Hij is af, ja. Het heet was Come Alive. Come Alive. Ja, dat wist ik. Ja. Dat was echt 2. 1. Ik denk dat deze voor Mattie weer. Ja, hij is een meme. Maar hij is ook goed, hij is een meme. Hij heeft zitten oefenen net. Dit is geen meme, maar ik denk wel dat je het goed bent. Nee, het is geen meme. Klaar voor? Ja. Gio, mooiste tijd van het jaar. Gio en Sjaak wel, hè. Wat is de titel? Wees niet alleen met kerst. Uitstekend. Wees niet alleen met kerst. De volgende gaan jullie denk ik niet raden. Oh, maar ik dacht, die loopt naar onze tuin heen, maar... Huh? Het is een schoonmaakster. Hij snapt het niet. Oh! Klaar voor de volgende? Ja. Ik kijk niet terug naar het verleden. Ik kan wel snappen dat je praat over mij. Fouten gemaakt. Armo, verleden. Fout. Ik ga even doorluisteren. Oké. Okay. Het is gewoon banger dit. 25 jaar views. Dat is wel Armo. Ja, het is toch Armo, jongen. Weet je, wat is zijn rapnaam ook weer? Leo. Nee, maar hij heet eerst Armo. Ja, niet, het verklapte niet, dat had ik fout gedaan. Kom op, jongen! Ik wil winnen van die kutboomer! Hij luistert nooit Armo, hij bestemt niet hoe real die is. Hij gaat hier met de punten vandaan. Jij bent niet eens fan van Armo. Ik ben geen boomer! Ik ken jou niet. Oh. Ja, jammer, man. Ik ken hem ook niet. Nee. Jammer. 2-2 nog steeds. De volgende, het gaat dus, even voor de duidelijkheid, om de titel die op YouTube erbij staat. Ja, die, van het filmpje wat jij nu afspeelt. Ja, van het filmpje wat ik nu afspeel, de titel daarbij, dat is het. Ik was waarom zeg je het nou elke keer op de... Hij was eerder, nee, maar... Zeker niet! Het idee is, laten we zeggen, als iemand op die knop klikt en dan 5 seconden pakt, omdat ik de vorige video namelijk, dan is het niet eerlijk. Je moet gewoon klikken en roepen. Oh, je moet gewoon schreeuwen. Ja. Gewoon schreeuwen. Ah, okay. Ik wil een goed song. Ik denk dat iemand hem zo heeft gereerd. Ik wil een goed liedje. Ik wil een goed muziekje. Ja, oh, muziekje. Mensen denken dat het ons liedje is. Ja, dat is mooi. Dit is er weer eentje voor onze boomer. Dit is echt boemer. Dit is nog zelfs voor mijn tijd. Nee, joh. You spin me right round. Uitstekend. Ik wil hier artiest en nummer. Oké. Okay. Huis Anubis. Met...
de titel Het Huis Anubis. Het Huis Anubis met titel Het Huis Anubis. Ja, is het goed zo? Yes! Dat heet ook precies. Waarom hebben ze dat niet gewoon de zaakjes twee keer gedaan of zo? Wat een fout is dit. Het Huis Anubis met Het Huis Anubis. Gaan we de volgende? Ja. Nee, dit is de andere. Want dit is gewoon die D-tag. Want ik denk de vorige keer fout. Maar toch denk ik wel dat Boef Hosselen nog een keer is. Het is wel Boef. Was hij veel fout? Ja, ja. Te gast. Ja. Boef met cocaïne dealen op straat. Nee. Paper chase. Olaf Sniper Song. Nou, ik reken hem goed. Olaf Sniper Parody Song. Maar er moet nog een nummer achter. Welk nummer is het? Stay. Nee, ik bedoel, een getal zit er nog achter. Twee. Ja, twee. Ik ben nog maar twee. Dit is weer een boomer song. Oké. Okay. Rol, opletten. Saved by the Bell. Nee. Dit is Mike's liedje. Ja, dat is fout. Als je weet. A Mad World. Van Jules nog wat is. 5-4. Oké, de volgende is een klassieker, al zeg ik het zelf. Zo. Mozart. Nee. Oké. Ja, dat is ook weer. Top praat in limousines. Wie is het? Weet je het? Het is wel Yes, hè? Dit. Jij kent hem niet, hè? Nee. Nou, ik ga doorspelen, maar ik kan het niet meer raden, Oh ja. Beetje verliefd van Yes, hè? Ik kan het teams krijgen. Nog steeds 5-4. Nog een klassieker. Dit is echt een kutlied. Een Nederlands kutlied. Mag ik dan bij jou? Van... Claudia de Brij. Nee, niet. Nee, niet. Uitstekend. 6-4. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, zing! Opnieuw, een klassieker. Ja, Fishinator. Nee. Je gaat die Fishinator wel openen stiekem in de tussentijd. Je ziet er nu glinsteren oogjes weer. Royalistic. When the sky falls and you're near. Hoe? Royalistic. Ja, maar hoe zeg je de titel? When the sky falls and you're near. En? You're near. Dat is niet precies wat hier staat. Het is een diepfout gemaakt. Ik denk het wel. Hij zegt toch and you and you're near? Nee, hier staat when the sky falls in your near. Ja, jammer ja. Fout. Ja, ja. Het is fout. Ja, ik vind het lullig, maar het is wel terecht. Het is wel fout. Oké, de volgende is klassiekertje. Klassiekertje, zo. The Eye of the Tiger. Visionator Do and Dance. Nee. Engels. Het is The Eye of the Tiger. Heb je wel druk? Het is The Eye of the Tiger. Ja, Eye of the Tiger. Hier, effect. Klassiekertje. Oké. Okay. Klaar voor? Ja, komt ie. Doe een dans. Nee. Een feestje van maken. Brabant van Gully. Brabant mijn land. Ja. Oh, Brabant. Dit is 3K. Van die rare band die dat K3 heeft gecoverd. Die drillrap. Ja. Ah. Dit is 9-4. Oh ja, lele. Laat me volgen. Ja. Visionator, samen sterk. Nee, Visionator en NL. Eigenlijk is het niet goed. Nee, eigenlijk is het... Bartalk. Ik wil nu samen spelen. Ik weet niet of Roel het kent, maar ik denk dat Matt het zeker kent. Nou, dan ga ik er eens aan. Komt-ie. Ja, die is het. Beugelbekkie. Nee, uitstekend. Jawel. Ja, hey, beugelbekkie. 10. 5. Ik ben een beugelbekkie. Volgende. Ja. Jungle met Bussy Earning. Uitstekend. What the fuck? FIFA muziek. Heb je gewoon een FIFA liedje en zo? FIFA liedje dat niemand kent. FIFA music en zo. Triflow, geen Cartier, parodie. Uitstekend. Het mogen klagen, want krijgen Koen niet te pakken. De volgende, dit is een normaal klassieker. Royalistic intro. Nee. Nee, dit is de duo intro, maar dit is toch Kira New World? Nee, dat is een ander liedje. Nee, het gaat echt om de titel van dit nummer. Als noem de artiest is, dan weet ik het nummer ook, als je de artiest zegt. Black Coast, de Lucian remix. Die moet je hem zeggen, anders heb je een minpuntje. Fire. Nee. Ja, minpuntje. Inderdaad, 10-6 weer. Dit was Trendsetter. Maar dan... Ik heb er nog 3, dus deze is 2 punten. Oké. Okay. Leuk. Dat is een hele oude Disney muziek lijkt het op.
Maar van welke film is dit? De Lady in de Vagebond? Nee. Pinocchio. Goed. Pinocchio? 12-6. Ready? Ja. Ja. De kinderen voor kinderen. Liefdesverdriet. Mag ik ook de artiest noemen? Nee. Ik wil de titels als ze hier staan. Ja, ga je geld om van dingen je doen. Je wordt 200k views, hè? Bartalk staat hier nou de kop. Nee, staat hier... Nee, ja, staat een Bartalk. 10 punten zeden als je de titel goed hebt. 10? Dus niet doen dan. Nee, doen dan staat ook niet in. Nee. Take the L. Ook niet. Maar je moet ook soms accepteren... Say my name parody is het. Van? Van David Guetta. Uitstekend. 10 punten. Als ik 10 dan wil ik dansen. Ja, dan wil ik dansen. Mattie feliciteert, maar Roel, je hebt echt goed meegedaan. Weerstand geboden. Je hebt meer weerstand geboden dan Milo ooit gedaan heeft. En dat is in ieder geval positief. Kom op! Bedankt voor het kijken, dankjewel voor het meedoen en de groeten. Een paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Een paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.